Hallo, Patricia de Klerk hier. Ik ben de secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij. In september 2020 hebben we onze nieuwe missie en visie gelanceerd. Vooruit voor heerlijk eerlijk voedsel in Vlaanderen. De grote vraag die we toen kregen was: waarom staat die landbouwer en visser niet meer centraal? Geen nood, de ondernemer staat altijd al centraal in ons beleid. Zullen we even teruggaan in de tijd? In 1884 werd het ministerie voor Landbouw en Visserij opgericht. In die tijd was de vrees voor hongersnood altijd heel aanwezig. Twee wereldoorlogen helpen ook niet echt op dat vlak. In 1958, toen de EEG werd opgericht, was het Europees landbouwbeleid een van de eerste projecten die werd uitgewerkt. De landbouwer stond dus aan de wieg van Europa. Dat Europees landbouwbeleid rust op twee pijlers. Genoeg en betaalbaar voedsel enerzijds en een leefbare landbouwsector anderzijds. In de loop van de jaren kwam er extra aandacht voor andere zaken, zoals voedselveiligheid, kwaliteit, milieu en dierenwelzijn. Maar ik hoop dat het duidelijk is. Voedsel en landbouwproductie gaan altijd hand in hand. En dat is in Vlaanderen natuurlijk ook zo. De landbouwer of visser wordt in onze nieuwe missie dan niet bij naam genoemd. Elk woord slaat op hen. Landbouwers en vissers willen vooruit en zijn vooruitstrevend. En wij als departement willen ook steeds vooruit. Wij zorgen voor beweging bij onszelf en onze sectoren. Landbouwers en vissers ondernemen om te produceren op een kwaliteitsvolle en haalbare wijze. Een eerlijke prijs voor al dat heerlijk voedsel is het doel. Onze landbouwers en vissers werken en ondernemen in Vlaanderen. We exporteren een groot deel van onze producten, maar ook hier worden veel van onze producten afgezet en verder verwerkt. Met deze missie streven we naar een mooi evenwicht tussen landbouwer en visser en maatschappelijke verwachtingen. Want voedsel verbindt ons allemaal. Wil je graag meer weten over onze missie en waar we voor staan? Kom dan even langs op lv.vlaanderen.be. Tot gauw!